Lieve allemaal, deze keer wil ik jullie ook eens laten zien dat ik er nog ben. Hartelijk dank voor alles wat jullie voor ons doen. Willen jullie ook mijn ochtendjapon in de rugzak doen? Hartelijk gefeliciteerd met de verjaardagen van opa, Gerard, Jo en Hein. Heeft u voor wee gekocht wat ik hem beloofd heb? Heel veel kussen van ons allen, voor allemaal, Jules. De familie Drucker was een bekende Alkmaarse Joodse familie. En dit schreef mevrouw Juliette Drucker Cohen op 25 augustus 1944 aan haar voormalige onderduikadres van de familie Kleibroek. Zij woonde aan de Westfriese dijk 60 in Warmehuizen. En haar laatste brief uit Westerbork, voordat zij en haar gezin op transport werden gezet en later in Auschwitz zouden worden vermoord. Het is vandaag een heel belangrijke dag, want vandaag wordt de tekst, de Hebreeuwse tekst, op de synagoge geschilderd. En 3/4 jaar geleden zijn we begonnen met de verbouwing. En vandaag is het echt een mijlpaal. De tekst die erop komt te staan, die lees ik even voor in het Hebreeuws. Die heb ik opgeschreven hier op een blaadje. En dat luidt als volgt. Kadol yeye kevod habayit hazeh ha'agaron min harishon. En dat wil zeggen, de eer van dit huis zal groter zijn dan van het eerste. En deze tekst is er opgeschilderd voor het eerst in 1826. En de tekst heeft te maken met de inwijding van de Tweede Tempel in Jeruzalem. Alkmaar was buiten Amsterdam de eerste stad in de noordelijke Nederlanden die Joden in de 17e eeuw toestond om zich te vestigen. Op 10 mei 1604 werd bepaald dat ze hier mochten wonen en werken en hun geloof belijden. De eerste Joden die er arriveerden waren Sefardische Joden uit Spanje en Portugal, veelal rijke kooplieden. Later volgden de Askenazische Joden, Almaslieden uit Midden- en Oost-Europa. Een van hen was Gaspar Duarte, afkomstig uit een vooraanstaande Portugees-Joodse familie. Hij stierf in 1653 in Amsterdam. Zijn neef Duarte Rodriguez ligt sinds 1620 begraven in de Grote Kerk van Alkmaar. Dit is het graf van de eerste Joodse Alkmaarder in de 17e eeuw. En hier lijkt begraven Duarte Rodriguez Duarte, zoon van Diego Duarte. En hij was ook tevens een vriend van Constantijn Huygens. In de kerk hangt een kopie van de 7 werken van barmhartigheid die door de meester van Alkmaar werd geschilderd. Daarop afgebeeld de brave burgerij die overigens niet zoveel van Joden moest hebben. Pas in de 18e eeuw was echt sprake van een Joodse gemeenschap en werd in 1808 het pand aan de Hofstraat gekocht dat ooit aan de wetenschapper en uitvinder Cornelis Drebbel toebehoorde. Ik ben Isaac Salomons en ik doe samen met mijn vrouw hier het interieur van de synagoge. Dat wil zeggen de ruwbouw die wordt gedaan door architect Van Balen. Wij proberen de sfeer en het hele idee van de synagoge terug te krijgen zoals het ooit geweest moet zijn. Maar hoe is het geweest? Het enige wat we hebben is 1 foto van het interieur. Wij proberen zoveel mogelijk
het karakter van die synagoge weer terug te krijgen. En voornamelijk door de belangrijkste meubels er weer in te zetten. Kijk, vroeger was het alleen een synagoge, dit gebouw. Dat wil zeggen, er stonden allemaal kerkbankjes op die foto. Maar nu wordt het toch meer, ja, het wordt weer. Je moet weer echt voelen, dit is een synagoge. Maar er zullen niet zoveel diensten worden gehouden. Er is ook niet meer een orthodox-Joodse gemeente hier aanwezig. Dus er kan synagoge worden gehouden, maar er kunnen ook andere dingen. En dat betekende voor ons dat we niet de kerkbankjes gaan terugbrengen. Er komen losse meubels, zodat je ook concerten en weet ik veel, lezingen kunt houden. Dit gebouw is heel vakkundig gesloopt, waarschijnlijk tijdens de hongerwinter. Het interieur is echt helemaal niets van over. En wat moeten we nou doen? Nu hebben wij bedacht, omdat die synagoge toch ook een educatieve functie krijgt, om langs de muren wat aan te brengen, wat zowel leuk is om te zien, een beetje decoratief, als educatief. En dat zijn een soort kastjes met de namen van de 12 stammen van Israël erop. In het Hebreeuws en in het Nederlands. En als je die kastjes openmaakt, dan zitten daar als verrassing tentoonstellingen in. En die kunnen wisselend zijn. Dat kan zijn iets over Joodse geschiedenis, iets over Alkmaar, iets over wat is een synagoge. En ga maar door. Vanaf 1747 ging men zijn doden begraven op een eigen begraafplaats aan de Westerweg. Op 5 maart 1942 komt goed deels een einde aan de eeuwenoude Joodse gemeenschap in Alkmaar. Alle 213 Joden moeten zich verzamelen in Amsterdam en gaan op transport naar vernietigingskampen. Maar slechts 12 keren terug. Hoe reageerde de Alkmaarse bevolking? Ik lees een passage voor uit de notulen van de doopsgezinde kerkenraadsvergadering van 3 maart 1942. De heer Koopal verklaarde zeer getroffen te zijn dat onze Alkmaarse Joden onze stad uit moeten, alleen omdat het Joden zijn. Deze wandaad van demonische macht ruist in tegen alle menselijke gevoel. Wij kunnen ons niet indenken dat alle mensen die deze nieuwe orde zijn toegedaan, dit goedkeuren. Ook in onze gemeente zijn leden die deze orde zijn toegedaan en die ik als zeer geschapen mensen acht. Gaarne had ik dat deze leden zich uitspraken of zij dit wel goedkeuren. De heer Prins deelt mee dat na het uitbreken van de oorlog de voorzitter heeft gezegd dat we in onze vergaderingen van de kerkenraad de politiek niet ter sprake zouden brengen. En wat thans besproken is, is politiek. En wel tussen de oude en de nieuwe orde. De kwestie van de Jodenvervolging is politiek. En hoewel we het daar niet mee eens zijn, behoort het in onze kerkenraadsvergaderingen niet thuis. Ook Jacob Hemelrijk werd gedeporteerd. Hij overleefde de oorlog. Hij was rector van het Murmelius Gymnasium in Alkmaar. En hij weigerde de Jodenster te dragen in 1942. En een leerling uit de 5e klas vroeg hem waarom hij dat niet deed. En hij antwoordde als volgt: omdat ik hun autoriteit niet erken, omdat ik hun recht om mij te schenden verwerp, omdat ik geen lam voor de wolven wil zijn, maar ons is gezegd om het opspelden van de Jodenster als een eer te beschouwen. Niet als een schande, maar om er trots op te zijn. Wie er vrede mee heeft, moet hem dragen. Maar ik doe het niet. Toen ik hier pas kwam wonen in Alkmaar, vroeg ik mij af of hier een synagoge was. En ik ben op zoek gegaan en ik heb hem gevonden in de Hofstraat. En dat was toen Baptistengemeente. En toen ben ik ooit eens naar binnen gegaan tijdens een dienst. En toen ben ik helemaal achterin gaan zitten. Rechts in het hoekje, helemaal achterin. En toen heb ik zo rondom me gekeken en toen dacht ik, ja, ik zie toch nog best de kenmerken dat dit een synagoge is. En deze synagoge moet weer Joods worden. En deze synagoge moet weer terugkomen.